Het is weer maandag en dat betekent maandag met Muze. Daar gaan we, jongens. Lekker werken. Woehoe. We hebben de thema's ongeduld, onverschilligheid en bevlogenheid. Ja, oké. Okay. Top. Ready, set, ride. Ik ben heel erg in de neiging om een verhaaltje zo stap voor stap uit te schrijven. Terwijl als je één situatie hebt, moet je dus heel erg uitzoomen. Wat zijn de hoofdelementen van die situatie? Mm. En hoe maak ik die zintuigelijk? Soms wel ook veel te veel, zeg maar, in zo weinig. Dus dan ga ik heel veel woorden weglaten. Zodat het soort van je heel veel erin kan zetten. Dat het echt super onnodig is. Ja, echt een hele andere manier van schrijven. Ja. De douche ontwaakt. Voetstappen kraken zachtjes. Ochtendkriek vangt aan. Nice. Oké, cool. Ik denk dat dat een beetje kern is, even een gevoel bij krijgt. Ja. Ja. Dat is echt heel slecht. Oh jeetje. Ben je echt heel slecht? Ja. Dat, want het, mag, het kan best zijn, je moet voor zo'n kort stukje moet het super specifiek zijn. Natuurlijk. Ja. Je kan niet het hele weekend even uitleggen of zo. Wind vliegt langs me heen, fiets van de helling naar zee, voeten zakken zand. Ik vind de eerste stukje en die lopen inderdaad heel lekker. Ja, en laatst dacht ik in zand. Nou, wat ik gewoon denk is, je maakt nu alweer, het is meer denk ik qua het moment, snap je? Het gaat niet. Maar weer een sprong. Je maakt een sprong, terwijl het is heel lekker dat je hier in dat moment bent dat je op die fiets zit. Dus waarom ben je dan opeens op het strand? Ja. Snap je? Het is vandaag studiedag en ik had geen zin om de hele dag op mijn kamer te zitten. Dus ben ik naar het stadspark gegaan in Groningen, waar ik gewoon de hele middag in een paar boeken ga lezen. Een beetje achterkomen wat voor performances er allemaal zijn. Nadenken over mijn concept, et cetera, et cetera. En geniet even met me mee alsjeblieft. Kijk, ik laat het zien. Ik heb gelezen in Performance Art van Rosalie Goldberg. En wat de definitie daarin is van performance art is, komt die aan. Performance valt niet verder te definiëren dan dat het live door de kunstenaars is. Dus hierin zeggen ze dat performance niet te definiëren valt behalve dan dat het gebeurt. Dan dat het ontstaat en er is. Dus met bijvoorbeeld een performer zoals ik aanwezig. En omdat performance zich eigenlijk kenmerkt doordat er van alles wordt samengevoegd. Dus cabaret, dans, muziek, beeldende kunst, theater, schrijven, van alles. Alles wordt samengevoegd door iedere performer weer op een andere manier tot een soort manifest, een presentatie. Eigenlijk ook weer het uitvoeren van een idee. Performance werd tot 1970 niet gezien als een aparte kunstvorm, maar meer als het uitwerken van een idee. Dus als een kunstenaar iets in zijn hoofd had zitten, dat hij dacht, ik moet hier iets mee, maar ik heb nog geen concreet voorwerp of kunstwerk dat ik ervan wil maken. Ik ga alleen het idee uitvoeren. En puur het uitvoeren van dat idee, van bijvoorbeeld een kaars aansteken en dan die voor heel dicht bij je oog houden, bijvoorbeeld, is performance. Dat is het uitvoeren van een idee. En zo is het ontstaan. Gewoon puur als dat. Uit context. En misschien nog niet eens echt een kunstdiscipline. Maar puur het uitvoeren ervan stond centraal. Dat vind ik heel interessant. Wat nog meer kenmerkend is voor performance. Is dat het niet wordt gedaan met een acteur. Zoals in theater. Die een rol speelt. Maar echt door de kunstenaar zelf die daar staat. En die zichzelf presenteert of vanuit zichzelf handelt. Dus niet een rol van, een schoenmaker in de 19e eeuw aanneemt. Maar echt, ik als persoon handelt in deze situatie. En ik zorg voor mezelf voor een conflict. En dat hoeft niet, het kan spontaan zijn en ongerepeteerd dat het een improvisatie is of een impuls.
Maar het kan ook zijn dat het maandenlang op gerepeteerd is en dat het dan wordt uitgevoerd. En het kan ook zijn dat het maar één keer wordt uitgevoerd, dat het een eenmalig iets is. Maar het kan ook zo zijn dat het echt 500 keer hetzelfde gaat, maar dan alsnog vanuit de performer als persoon. En dat, die diversiteit vind ik zo interessant, omdat daarmee echt alle deuren worden geopend. En je echt alles kan doen wat je wil eigenlijk. En dat vind ik iets heel gaafs. En tegelijkertijd ook een beetje beklemmend, maar vooral heel gaaf. Oké, dat was het voor deze week. En ik ga volgende week nog iets meer in op wat performance dan is en wat het voor mij betekent. En daar zijn jullie vast heel benieuwd naar. En ik ook. Ook ga ik volgende week werken met Peer. Hij is een meme maker, dus hij doet heel veel met beweging en je lijf inzetten als theatraal materiaal of performance materiaal. En dat gaat hij aan mij leren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Doei!